Welkom bij het Eva Weekjournaal, met vandaag. Koningsspelen op de vrije school. Herdenking op kamp Amersfoort. Informatieavond knieartrose en praktijk van Essen. Mijn hersenen praten met de computer. Kleinste bioscoop op wielen in Amersfoort. Met Koningsdag om de hoek wordt op scholen door heel Nederland de Koningsspelen gehouden. En neem een kijkje met wat de vrije school doet tijdens de Koningsspelen. En dan mag je weer op de baan. Nou, eigenlijk volgende week is het natuurlijk Koningsdag, maar dan is het vakantie. Dus wij doen vandaag, zoals in volgens mij in heel Nederland, de Koningsspelen. Nou, we hebben natuurlijk eerst in de klas verteld van de koning en de koningin en de drie prinsesjes. En we vieren de verjaardag van koning Willem-Alexander. Dus dat hebben we eerst natuurlijk verteld in de klas. We hebben eigenlijk een beetje oud-Hollandse spelen met een aardappel, parcours afleggen en blik gooien, spijkerpoepen en balswing. Dus spelletjes die heel toegankelijk zijn voor de jonge kinderen. Wat heb je allemaal gedaan? Cake eten. Cake eten. En spelletjes doen. Wat voor spelletjes? Gewoon aardappelreis, een bal gooien en spijkerpoepen. Oeh. En met een bal blikjes omgooien. Oeh, dat is leuk. Ja, dat is helemaal heel leuk. Ja. Op 19 april wordt het overdracht van kamp Amersfoort van de Duitsers naar het Rode Kruis herdacht, waaronder met verschillende toespraken en 2 minuten stilte. Vandaag is de herdenking van de bevrijding op 19 april 1945. Daarbij worden dus de oud-gevangenen uitgenodigd, de nabestaanden van de oud-gevangenen en iedereen die daar zich bij betrokken voelt of bij betrokken wil voelen, kan aansluiten bij deze herdenking. Ik ben nabestaande van mijn overgrootopa die hier chef-kok was. Maar ja, dat is eigenlijk zijn redding geweest in het kamp, omdat hij dus kon koken. En hij dus daardoor in het kamp mocht blijven en niet op de trein naar Duitsland hoefde. Mijn opa die heeft op 19 april 1945 heeft hij de bel geluid als 15-jarig jongetje. Dat heeft hij eigenlijk sinds de jaren 80 heeft hij dat elk jaar voortgezet. Dat is een traditie. En mijn opa's gezondheid is zodanig slecht op dit moment dat ik dat over heb genomen van hem. Nou, het belangrijkste is dat er herdacht wordt, dat er wordt stilgestaan bij het feit dat hier 72 jaar geleden het kamp bevrijd is of overgedragen is aan het Rode Kruis. En dat gebeurt door middel van toespraken en momenten van stilte, zodat je echt bewust wordt van wat er destijds gebeurd is. En hopelijk blijft het ook tot de lengte van jaren op deze manier blijft dit georganiseerd worden. Ook nog een oud gevangene die nog wel in staat is om voor mensen te spreken. Dat is ook heel erg fijn om zo iemand dan nog te zien. En wel bijzonder dat iemand zijn verhaal dan nog kan vertellen. Ja, er werden ook nog kransen neergelegd inderdaad, ter nagedachtenis natuurlijk. En alle rozen die er gelegd worden zijn natuurlijk ook ter nagedachtenis van alle mensen die gesneuveld zijn. Het is heel emotioneel eigenlijk, want zoals je ziet is Stedeman vrij mager en je ziet wel pijn en verdriet, maar ook ergens wel weer kracht, waardoor het verschillende mensen ook alweer kracht geeft. Het is natuurlijk ook een hele nare plek, want er zijn natuurlijk heel veel mensen zijn daar neergeschoten. En de Stedeman beeldt echt wel uit wat daar eigenlijk gebeurd is in zijn angst, verdriet, hoe die eraan toe is, hoe zo mager die is en hoeveel pijn die heeft gehad. Ja, dat denk ik absoluut. Ja. En dat zie je hier ook. Ze komen uit verschillende landen. Ook landen die op dit moment ook in de belangstelling staan, zoals Rusland. Maar hier zie je dus heel duidelijk dat het herdenken ook verbroedert. Ja, uit Amerika, Canada, Rusland.
Duitsland komen mensen om het, dit moment bij elkaar te zijn. Ja. In Hoogland geeft dokter Van Essen een informatieavond over knieartrose, waarin hij vertelt over zijn speciale protocol. Ik heb een protocol ontwikkeld waarbij je op een heel weinig belastende manier knieën kan behandelen van mensen die slijtageklachten hebben. En lang voordat je aan een operatie toe bent, kun je deze therapie inzetten. En dan zie je meer dan 80% van knieën zie je opknappen. Zodanig zelfs dat een groot aantal mensen zeggen, die knievervanging die ooit voorgespiegeld was door de orthopeed, die hoeft voorlopig in ieder geval niet. De knietjes die houden er een beetje mee op. En mijn vrouw die is hier al in deze praktijk voor haar voeten en daar werkt het prima bij. Dus ik wou eens weten. Het bijzondere is dat je spieren rond de knie gaat behandelen. Met als doel de zenuwen die rond die knie functioneren als het ware op te peppen en op te jagen. Te zeggen, jullie moeten het beter doen. En doordat je de spanning van die spieren vermindert, geef je ook daar ruimte voor. En je hebt natuurlijk bij herstelprocessen ook bloedvaten nodig die opengaan. Die gaan beter open als er geen onnodige spanning in weefsel zit. Dat kun je met kleine naaltjes. Daar heeft professor Gunn in Vancouver een methode voor ontwikkeld. En die past toe op spieren. Ik ben de eerste die dit specifiek toe heeft gepast op gewrichten, want oorspronkelijk is de methode daar niet voor bedoeld. Maar het werkt wonder wel, omdat je juist die zenuw helpt. En die zenuw is niet alleen maar van belang voor spieren, maar natuurlijk ook voor weefsels, zoals gewrichten en kraakbeen. Ik vond het heel interessant, ik wist er niks van. Dus ik moet gaan kijken of het iets voor mij kan zijn. Ik ben natuurlijk al bijna 78, dus ik weet niet of ik er te oud voor ben. Maar dat hoor ik nog wel. Vooral het lange termijn succes is interessant. Je kan natuurlijk een succesje boeken voor een paar weken of een paar maanden. Maar het lange termijn succes is behoorlijk. En dat is vooral wat mij erg boeit. Want dat betekent dat je aan de basisfitheid van de knie kunt werken. En dat dat zichzelf onderhoudt. Je zou kunnen zeggen, use it or lose it is een kreet die bijna iedereen wel kent. Als je nou de diagnose artrose hebt en je moet stil gaan zitten wachten totdat uiteindelijk het kniegewricht geopereerd kan worden, dan verlies je ontzettend veel functie. Als je in de tussentijd iets kan doen om de fitheid zo goed mogelijk te houden, dan dien je daarmee de fitheid van het gewricht, maar ook eventueel herstel na bijvoorbeeld een operatie als die dan toch nog nodig is. Ik heb één oefening hebben we opgekregen, die kan ik gaan doen. Ja, op een tafel gaan zitten en 8 minuten wiebelen. Dus wie weet, zie je me als je straks komt kijken, zie je me zitten. Ja. Nou, als algemeen advies, sowieso ga alsjeblieft niet als je de diagnose artrose krijgt bij de pakken neerzitten en wacht tot het allemaal gebeurd is en je 10 jaar verder of 5 jaar verder bent en eindelijk geopereerd mag worden. Want stilzitten betekent altijd achteruit gaan. Dus ga in ieder geval iets doen. Desnoods met pijnstilling, ook al ben ik daar niet zo erg voor, maar desnoods met pijnstilling wel in beweging blijven. Zoek een activiteit die je wel kunt, bijvoorbeeld fietsen, wandelen op rustig niveau of anderszins. Maar ga in ieder geval niet stilzitten, want rust roest is niet voor niets een heel oud gezegde. Vriendin van ons die loopt hier ook, niet zozeer voor de knie, voor de voeten ook. Maar bij die werkt het ook, dus de moeite waard. Bruno Fabre geeft in de Sint-Joriskerk een presentatie over technologie en psychologie, waarin hij vertelt wat het voor ons kan betekenen. Op dit moment, over een paar minuutjes, begint er een lezing van Bruno Fabre. Hij praat over robotica, over kunstmatige intelligentie. Hartstikke gave show eigenlijk, maakt hij er dan van. En dat is, dat is geweldig. Hij is gespecialiseerd in dit soort technologie. Hij gaat de mensen zo meteen eigenlijk een beetje een kijkje geven in de toekomst en wat er nu al speelt. Wat er allemaal mogelijk is met de huidige technologie. En dan echt qua robots, wat gaat de toekomst ons brengen? En hebben we straks allemaal geen baan meer omdat er robots zijn? Nou, dat soort vragen, daar geeft hij antwoord op. Ik ga zo meteen een presentatie geven aan een groep van mensen. En ik neem ze mee in wat er gebeurt op technologie, wat de impact is voor hun, voor ons allemaal. Het is een heel interessant onderwerp. Het is iets waar toch heel weinig mensen nog wat van af weten. En wat wel, vind ik, wel belangrijk is om te weten. Wat we nu heel veel op focussen maatschappelijk gezien is op technologie. We zien er overal om ons heen. Ja, deze camera is ook weer zo'n voorbeeld van technologie. Een smartphone. En we worden helemaal omringd door technologie.
technologie wordt steeds minder zichtbaar, omdat het ons ondersteunt en niet en dat als primair functie heeft. Waardoor we ook veel meer tijd gaan hebben om aandacht te hebben aan de mens. En ik ga aan de mensen ook uitleggen hoe ze daarmee om kunnen gaan. En ook uitleggen op welke manier ze nog steeds een beroep kunnen hebben in deze tijd waar heel veel beroep verdwijnen. Als professional is het natuurlijk leuk om te weten wat er speelt en ook qua innovatie wat er aan zit te komen. Maar ook voor mensen die die computers, die technologie interessant vinden, is het hartstikke leuk. Wat ik leuk vind om te doen is mensen helpen en presenteren, presentaties geven. Is een manier om mensen te bereiken. Ik schrijf ook boeken, ik schrijf blogs. En daardoor kan mensen ondersteunen om doorheen te komen. Ik heb ook een boek geschreven in het Engels over de toekomst van de financiële dienstverlening. En ik ben nu een boek aan het schrijven over persoonlijke ontwikkeling, Switching Our Body, waar het gevolgd gaat worden nog door twee boeken, Switching Our Mind en Switching Our Spirit. Het gaat mensen helpen, het helpt mensen om te groeien. Vereniging Bartimeus Zonneheert brengt de kleinste bioscoop op wielen naar Amersfoort. Hiermee willen hun slechtziende mensen de mogelijkheid geven om beter televisie te kunnen kijken. Wij zijn hier met de kleinste bioscoop op wielen in Amersfoort beland om aandacht te vragen voor audiodescriptie op televisie. Audiodescriptie is een techniek waarmee film en televisie toegankelijk wordt gemaakt voor mensen met een visuele beperking. Dus een stem die vertelt wat er in beeld te zien is als er niet wordt gesproken. Wij vinden dat mensen met een visuele beperking zo normaal mogelijk moeten meedoen in de maatschappij. En daartoe in staat, individueel toe in staat moeten zijn. En dit is net zoiets als ondertiteling voor doven en slechthorenden. Dus een manier voor hen om zelfstandig televisie te kijken. We zijn nu met deze tour gestart. Amersfoort is de derde stad die we bezoeken. En we gaan deze nog verder afmaken. Totdat we in Hilversum Mediapark aankomen en de petitie kunnen aanbieden aan de televisiemakers. We zijn nu, staat de teller op ruim de 8000 handtekeningen. Dus we ontvangen heel veel support van mensen die ook vinden dat er meer audiodescriptie op televisie moet komen. Dus het is nu al een succes wat mij betreft. Ik vind de 10.000, dat klinkt echt al lekker veel. Maar het zou prachtig zijn als we 40.000 handtekeningen halen en uiteindelijk ook een plekje krijgen in de Tweede Kamer om onze petitie toe te lichten. Wat hier nu gaande is, is dat wij met ongeveer 10 visueel beperkte mensen handtekeningen willen ophalen. Handtekeningen willen ophalen voor audiodescriptie. Audiodescriptie zorgt ervoor dat mensen die blind of visueel beperkt zijn toch mee kunnen kijken naar een film of naar een televisieuitzending. En daardoor dus daar ook van kunnen genieten en dat kunnen delen met mensen om hen heen die het wel gewoon kunnen zien. We hebben besloten om dit te gaan organiseren omdat we de politiek in Nederland kenbaar willen maken dat blinde en slechtziende mensen, dat zijn er 350.000 in Nederland, dat ze vooral ook gewoon mee moeten kunnen blijven doen. En daarom vinden wij het belangrijk dat ze ook televisie kunnen kijken en dat ze naar de bioscoop gaan en films kunnen kijken en ervan genieten. We hebben nu een dikke 8000 handtekeningen. Uiteindelijk willen we voor de 40.000 gaan, want dan krijgen we ook spreektijd in de Tweede Kamer. Dus dat is uiteindelijk onze doelstelling. Dit was het EVA Weekjournaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.